geen af te geven. Daar gingen de boeren vroeger in eten, of de knechten gingen daar eten, en schuilen bij slecht weer. Nou zijn heel veel van de boerderijen hier, die waren gewoon puur slecht. Dus ik heb al verteld, het is een beleggingseiland geweest. Er was een van de boerderijen waar we daar nog langs kwamen. Die sloeg zo door, daar hebben ze gewoon golfplaten tegenaan getimmerd. En dan had je in elk geval het ergste vochtwieltje buiten. Dus heel veel is er afgebroken, maar deze huisjes, die loonden nog de moeite om te laten staan. Dus die zijn helemaal ontmanteld, er zit niks meer in wat kwaad kan voor de natuur. En die huisjes die zijn eigenlijk gewoon opengegooid en van nou, zoek maar wat daarin gebeurt. Dat hadden al heel snel de dieren door. Hazen en konijnen doen hetzelfde als katten en olifanten en dat soort beesten. Die kruipen weg. En die hebben die huisjes gevonden en daar zijn ze dus ingekropen. Dus binnen de kortste keer nadat die huisjes opengegooid waren, lagen die helemaal bezaaid met dode hazen en dode konijnen. En dat was een soort McDonald's voor alle aaseters die daar naar binnen gingen, konden eten en weer er vandoor konden gaan. Het eethuisje. Ja. Nou, daarmee is gelijk een van de belangrijkste geheimen van 10 gemeenten ontmanteld. En dat is waarom we hier geen olifanten hebben. Die zouden niet dood kunnen gaan, want die kunnen die huisjes niet doen. Maar ja, dat mag niet verder verteld worden. Maar die huisjes, daar kun je dus, je kunt er nog naartoe lopen. Ze vallen een beetje droog. Maar het is niet meer aan te bevelen, want als je het over veiligheid hebt voor ons, dan zijn dat die huisjes wel. Het ligt dus helemaal vol met gedaan. Nou, Ik wil graag naar de Rijnkade in Arnhem. Ja, dan gaan we daar even stappen. Ja hoor. Ja? Ja, hoor. Ja, hoor.